Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering. We gaan het hebben over de toekomst van Kylian Mbappé. Met mij in de studio Bas van Hoven en Lentin Godijk. Jongens, om te beginnen, ik kreeg van de week een DM'tje. We hadden natuurlijk The Choice of Haaland. En Ilias, die stuurde een bericht, die zei, ja, waarom doen we dat niet met Mbappé? Ja. Maar ja, voordat je dan aan zo'n rubriek begint, ja, zo'n rubriek moet dan eigenlijk ook wel een goede intro hebben, zoals we bijvoorbeeld bij The Choice of Haaland hebben gehad, hè? Eigenlijk wel, hè? Ja, daar moeten we even een goede naam voor verzinnen. Maar dat komt ergens gedurende dit gesprek komt er vast wel iets opborrelen. Ja, heb jij al een idee? Vertrouwen in. Nee, ik ben daar niet van. Nee. Lenten is van de afdeling humor, hè? Ja, jij bent meer van de inhoud, hè? Ik ben van de grapjes. Ja, precies. Wat vond je trouwens van de intro van The Choice of Haaland? Heel sterk. Ja, heel sterk. Dat was wel een van Rubens en hoogtepunten, denk ik, in VI-verband. Ja. Het acteerwerk bij ons is altijd goed, hè? Ja. Zullen we nog één keer bekijken, gewoon? Ja, gewoon omdat het kan? Ja. Komt-ie. Hij is 20 jaar. Het meest felbegeerde talent van Europa. Hij maakt meer doelpunten dan dat hij wedstrijden speelt. Alle topclubs zitten achter hem aan. Dit is The Choice of Haaland. Ja jongens, ja, de keuze van Kylian, daar kwam Ruben net zelf mee. Is op zich ook een redelijke suggestie. Ja, ja. Redelijk. Ja. Wat vind jij, Bas? Nee, ja, het is wel een goed idee. Ik moet zeggen, bij Haaland ze hadden me wel even mogen vertellen dat ik niet deed dat shirt te mogen hoeven te tonen. Ik heb een half uur met mijn arm zo gezeten. Ja, precies. Ja, maar je ziet meteen wat het doet, hè? Met mijn blouse probeer ik nog één dan te camoufleren, maar het begint eraan te komen. Ja, precies. Hé, jongens, Kylian Mbappé, PSG. Grote man daar, grote man bij Frankrijk, heeft een contract tot 2022. Nou, de vraag is eigenlijk van, oké, hij gaat op een gegeven moment, wanneer gaat hij? Maar als wij nou de keuze moeten maken voor een club op voorhand. We gaan straks Barcelona bespreken. We gaan Real Madrid bespreken en Manchester City. Als jullie nu zouden zeggen van ja, welke club gaat het worden? Wat denk jij dan? Ja, Real Madrid. Dat is denk ik... Eigenlijk alles wijst daarop. Daar wordt eigenlijk met heel weinig in verband gebracht met andere clubs. Hij had vroeger al de posters van Ronaldo in een Real Madrid shirt op zijn slaapkamer hangen. Het is een club die hem kan betalen, denk ik. Uiteindelijk wel. En een club die hem ook het meest nodig heeft misschien wel. Ja, en hoe kijk jij daarnaar, Bas? Ik denk het ook. En Real Madrid inderdaad, financieel hebben ze natuurlijk wat lastiger gehad. Hè. Die Super League plannen waren er niet voor niets. Maar de prijs van Mbappé groeit naar Real toe. Hè. Want die contractsituatie, ja, bij PSG, je hoort iedere week wel geluiden van oké, ze hebben nog wel vertrouwen in dat hij blijft en zo. Maar ja, het is toch ook een beetje ijdele hoop, hè? Want het begint nu wel echt krap te worden. Ja, het moeilijke is ook als hij... Kylian, ja. Als hij nu bijtekent voor, laten we zeggen, 3-4 jaar... dan is hij niet meer te betalen. Dus dan weet hij nu ook van... hij gaat de komende 3 jaar niet meer naar Real Madrid. Van, die gaan geen 300 miljoen voor hem neerleggen. Ja. Dat kan nu eigenlijk niet. Het is niet per se dat hij weg wil natuurlijk. Maar inderdaad, gaat hij verlengen voor 3-4 jaar... dan gaat hij het zichzelf in de toekomst wel moeilijk maken. Ja. Hè? Stel, PSG zakt terug, Neymar vertrekt... Real Madrid komt weer in een betere fase... Ja. Het wordt wel lastiger, dus ja, eigenlijk is dit wel het moment om een transfer te doen. Hè? Ja, en ook van, hij wil natuurlijk tot de beste spelers aller tijden behoren uiteindelijk. Ja. En dat talent heeft hij misschien ook wel. Maar blijf je hele carrière bij PSG voetballen, dan denk ik dat je toch niet die status uiteindelijk gaat bereiken. Omdat je toch in de Franse competitie speelt en dan moet je maar hopen dat je ver komt met PSG in de Champions League. Nou, nu gaat dat natuurlijk geweldig. Ik denk dat hij favoriet is voor de Ballon d'Or op dit moment, maar... Ja, je zal weer zo'n seizoen hebben dat je in de achtste finales eruit vliegt. En dan heb je eigenlijk al, doe je niet meer mee met de grote jongens. En bij Real Madrid sta je wel altijd in de spotlight. Speel je bij de grootste club ter wereld. Ja. Voor een vol stadion. Maar met PSG doe je wel altijd mee met de grote jongens. Toch? Want als je dan het verschil met Haaland, dan heb ik een beetje het idee. Haaland gaat sowieso weg. Ja. Die gaat sowieso naar een andere club. Maar bij Mbappé is het echt het idee van het worden. Of PSG, of Real Madrid. Ja, pijnlijk is wel bij PSG natuurlijk. En uit die Franse competitie eigenlijk... superleuke titelstrijd natuurlijk. Concurrenten die ook wel echt groeien. Ja. Dus eigenlijk gebeurt er... En ook als je ziet wat er binnen de macht ligt. Hè, PSG doet het steeds beter in de Champions League. Dat zijn allemaal factoren natuurlijk wel die PSG aantrekkelijker maken. Ook als club. En je merkt ook wel dat ze iets sympathieker worden, heb ik het idee. Ja. Alleen ja, uiteindelijk... Daar kan Mbappé niets aan veranderen. Het komt toch niet in de komende 10 jaar op het niveau van de Premier League of La Liga qua status. Dus ja, het ligt ook een beetje buiten zijn macht. En ja, net wat je zegt, als je... op een gegeven moment 3-4 jaar op rij de gouden bal wil winnen. Ja. Dan helpt het wel als je in Spanje speelt in plaats van Frankrijk. Ja, het grote nadeel van PSG blijft wel dat de beelden van de Ligue 1... die kun je bijna niet vinden als je hele wedstrijden wil kijken. Dus je moet het echt met flitsen doen en met Champions League. En het is natuurlijk wel zonde dat je zo'n speler eigenlijk maar sporadisch aan het werk ziet. Terwijl we Messi, ja, daar missen we geen minuut van. Van Ronaldo missen we ook geen minuut, weet je. En zo zijn er nog tal van spelers.
Ja, het zou alleen daarom voor ons wel leuk zijn als hij, ja, als hij die stap maakt. En ook om te zien hoe hij op dat niveau, zeg maar, het wekelijks kan laten zien. Want we zien hem nu in de topwedstrijden in de Champions League. En natuurlijk kijken we wel eens af en toe de Ligue 1. Maar in de Champions League komt hij wel vaak ook in momenten dat hij heel veel ruimte voor zich heeft. Ja. En dat hij snelweg echt kan, snelheid kan benutten. Maar ik wil hem ook wel eens zien als hij 5 wedstrijden op rij speelt tegen teams die zich volledig ingraven in eigen 16 staan. Natuurlijk heeft hij wel de techniek, maar kan hij dat week in, week uit laten zien. Ja, dat wordt voor hem wel interessant. Ja. En ook als je kijkt internationaal, welke clubs worden uitgezonden? In de knock-out fase zien we natuurlijk PSG vaak voorbij komen. Alleen in de groepsfase ook weinig. Hè? Als die wedstrijden allemaal een beetje vergelijkbaar zijn qua niveau. Je wilt dat de rechthouder kiest voor andere wedstrijden. Vaak Barcelona, Manchester City, precies. Bayern München. Ja. En PSG, ja, die stap die ga je niet maken in de komende 3 jaar. Dat heeft gewoon tijd nodig. Hey, zullen we de eerste club erbij pakken, jongens? In dit geval Barcelona. We moeten er maar vanuit gaan dat ze nog kans maken. En dan is het aan ons om eigenlijk af te wegen van, joh, past het wel, past het niet. Dan gaan we kijken naar het spelsysteem. Gaan we kijken van, is hij daar de grote ster? En ook naar de haalbaarheid, dus het geld. Nou, als we naar de ster spelen, ja, we kunnen ten opzichte van Real Madrid en City dus misschien straks nog wel interessant om te benoemen. Maar bij Barcelona is sowieso niet de grote ster spelen. Eigenlijk een probleem wat hij misschien bij PSG ook wel heeft. Ja, ik denk eerlijk gezegd bij Barcelona, kijk, het grootste vraagstuk voor Laporta in de komende termijn is, hoe gaat hij de club minder afhankelijk van Messi maken? Ja. Dat was natuurlijk het laatste jaar een groot probleem. Nu zie je wel de jeugd die begint aansluiting te vinden, begint beter te combineren ook met Messi. Maar hoe je het ook in het verkeerd gaat in de komende jaren een keer vertrekken. Dus daar moet je als club klaar voor zijn. Nou ja, dan heb je Haaland en Mbappé op het eerste oog de meest logische oplossingen. Nou, ik denk voor Mbappé hebben ze het geld niet. Plus inderdaad, die moet dan aan de zijde van Messi gaan staan. Nog een tijdje. Ja, ik denk eerlijk gezegd niet dat het gaat gebeuren. Haaland zie ik nog wel enigszins voor me bij Barcelona. Ook omdat, net wat je zegt, die stap omhoog zit er wel echt aan te komen. Die tijd begint ook wel een beetje te dringen in dat opzicht. Je merkt ook dat hij ongeduldig wordt. En bij Mbappé is dat toch minder. En daarom denk ik niet dat hij naar Barcelona gaat. Maar op zich, qua type, zou hij best passen, toch? In de rol die Dembele nu heeft als... Die speelt eigenlijk op de perfecte plek voor Mbappé. Voor Messi, om diepte te zorgen. Ja, snelheid. En hij komt heel veel in posities dat hij 1-op-1 met de keeper komt. En zet Mbappé daar neer en die zou geweldig kunnen uitblinken. Ja. Maar ik denk inderdaad meer dat het financiële aspect wat ingewikkelder is. Ja, ik denk qua spel zou perfect passen. Ook als je ziet hoe die twee elkaar aanvullen. Want het grote probleem voor Koeman, zei het ook vaak, het grote probleem van Messi was eigenlijk op een gegeven moment dat het wel erg druk werd in die zone waar hij zo graag toeslaat. Omdat er niet voor diepgang werd gezorgd. En nu wordt die defensie weer uiteengerekt door Dembele. Ja, Mbappé is natuurlijk al veel verfijnder. Ja, Dembele die werkt nog regelmatig af met een blinddoekkop. Het wordt wel beter. Maar Mbappé is natuurlijk al van een ander kaliber. Ja, Dembele is ook tot 2022 met zijn contract. Zou hij naar PSG gaan misschien? Nou, je hoort hem af en toe wel eens gelinkt worden. Ja. Dat zou natuurlijk een manier kunnen zijn om de prijzen te drukken. Ja. Al denk ik dat de verhouding tussen PSG en Barcelona wel een beetje vermoeilijk zijn de afgelopen jaren. Ja. Maar Lente, ik vind het interessant. Ja, je geeft aan de positie waarin hij dan zou kunnen spelen, dat hij wel zou passen. Hè. Koeman speelt nu vanuit een 1-3-5-2 systeem. Waarbij Dembele vaak in de spits start en dan zijn ruimtes op gaat zoeken. Bij PSG speelt hij daar ook wel eens, ook wel aan de linkerkant. Maar zou hij op die manier kunnen spelen? Dat Messi wat meer de vrijheid heeft om rechtsuit te zakken en Mbappé in dat geval meer linksuit kan zakken? Ja, nou, ik denk wel dat je dan echt in dat systeem moet gaan vasthouden. Want als je meer 4-3 gaat spelen, wordt het alweer een heel stuk ingewikkelder. Als je ook ergens nog Griezmann bijvoorbeeld kwijt wil. Maar als je echt in het systeem waarin ze nu inderdaad spelen met die twee aanvallers... Ja, als je puur even droog naar de cijfers kijkt, is Messi denk ik de beste aangever ter wereld nog steeds... Ja. Misschien dat hij niet meer de meeste meters maakt, maar met creëren van kansen is hij nog steeds ongekende hoogte. En Mbappé is misschien wel de beste speler in het afmaken en in de diepte zoeken. Nou, dat is op zich op papier een gouden huwelijk, denk ik. Ja, hoe kijk jij daarnaar? Ik denk wel dat Barcelona op termijn weer naar een systeem met 3 aanvallers gaat. Ik denk wel sneller dan we misschien nog denken, want Fati komt natuurlijk ook terug. Hè? Fati is wel de toekomst van de club. Ook als je ziet hoe belangrijk hij was al in die eerste periode onder Koeman, waar het elftal eigenlijk nog vrij chaotisch was. Hè? Zoeken was naar oplossingen. Toen was hij al heel belangrijk. Dus ja, Fati wordt wel daar ook natuurlijk... die moet je laten spelen. En dan kom je eigenlijk met het probleem dat Mbappé te veel geïsoleerd wordt in de spits. En dan heb je hem niet in zijn kracht. Ja, nou ja, ik denk dat je dan naar een 3-mans aanval gaat. Met Fati vanaf links, Mbappé centraal en Messi vanaf rechts. Ja, en als we het dan hebben over de haalbaarheid. Barcelona natuurlijk hebben we het gehad over een schuld van meer dan 1 miljard. Ja. Ja, is er weer een creatieve oplossing te vinden of gaat dit echt te ver?
Ja, de creatieve oplossing, Lenten zei het al, is natuurlijk met de restwaarde die je in de selectie hebt zitten gaan schuiven. Hè? Coutinho, Dembele, dat soort jongens die vertegenwoordigen nog wel een bepaalde waarde natuurlijk. Alleen, ja, maar als je nou reëel bent, dan zou PSG eigenlijk die, laat maar zeggen, dat die aankoop aan moeten gaan met Griezmann. Dat lijkt me dan is het toch reëler om het te halen, ja, zeggen, gezien de waarde van Mbappé ook. Klopt. Ja, het probleem is denk ik wel voor Barcelona. Je winkelt eigenlijk, of je gaat onderhandelen met een doorzichtige portemonnee. Hè. Je hebt je kaarten dit seizoen eigenlijk al op tafel moeten leggen. Nou, Memphis was zelfs niet mogelijk om hem te halen. Ja, natuurlijk met Laporte, die zal financieel voor een impuls hebben gezorgd. Maar het kan niet zo zijn dat Barcelona in één keer de meest vermogende club is. Dus iedereen weet wel dat ze krap zitten. Ja, dat is natuurlijk geen lekkere onderhandelingspositie. Nee, er zijn wel trucjes toch altijd. Zo'n grote club vindt altijd wel weer een manier om ergens geld vandaan te krijgen. Ja. En ze zullen heus wel wat gaan uitgeven met Laporte die net begonnen is. Alleen het bedrag wat je voor Mbappé moet betalen wordt wel een hele grote uitdaging. Ja. En zeker met het hele narratief van willen op de jeugd gaan inzetten. Vraag ik me af of dat nu de juiste set is. Oké, okay. Nou, dan gaan we door naar de volgende club, jongens. Komt die aan? Manchester City. Dan komt eigenlijk weer dezelfde vraag. Messi is de ster bij Barcelona, dat is overduidelijk. Dan gaat hij naar Manchester City. Is Mbappé de grote ster of is Kevin De Bruyne de grote ster? Wat denk jij? Nou, ik denk dat ze misschien een beetje op een gelijk niveau komen. De Bruyne hebben ze natuurlijk wel net heel veel vertrouwen uitgesproken met zijn nieuwe contract. Maar ik denk dat die twee misschien elkaar wat minder in de weg zitten wat dat betreft. Want die zitten natuurlijk een heel ander gebied op het veld. En De Bruyne is, voor mijn gevoel van buitenaf, niet heel erg een alfa-type die alles naar zich toe trekt, die alles bepaalt in de kleedkamer. Volgens mij is dat bij City wel iets beter verdeeld. Hij wilde de best betaalde speler in de Premier League worden, toch? Dat was voor hem wel een vereiste, toch? Ja, goed. Hij deed zelfs onderhandelingen, hè. Dan zou ik dat op zich ook voorstellen. Als je de bedragen van andere spelers voorbij hoort komen en je hebt het gevoel dat je de beste speler van de Premier League bent, dan is dat misschien ook alleen maar fair. Maar ik denk dat Mbappé en De Bruyne niet per se hoeven te botsen wat dat betreft. Ja, en als duo? Mbappé samen met De Bruyne? Ja. Nou, ik denk wel dat het op zich elkaar heel goed zou kunnen aanvullen. Niet alleen als aangever en afmaker, maar ook naar buiten toe. De Bruyne is toch niet echt extrovert, zeg maar. Het is niet dat als je door Metropool loopt dat je Kevin De Bruyne overal ziet hangen qua reclameuitingen. Mbappé staat natuurlijk wel meer van. En De Bruyne inderdaad bij die salarisonderhandelingen, hij had natuurlijk allerlei formules laten optuigen door een team statistici. Ja. Om te laten aantonen hoe waardevol hij is als voetballer. Niet zozeer als uithangbord, maar als voetballer. En zo wilde hij een eerlijke prijs krijgen. Inderdaad, ja, Mbappé wordt dan denk ik wel het uithangbord naar buiten toe van die club. Maar ik denk in het veld dat die twee elkaar niet in de weg zitten. Ik denk dat De Bruyne het alleen maar toe zou juichen. Ja, en als je nou kijkt naar de combinatie Pep Guardiola met Mbappé, dan moet ik gelijk denken aan Barcelona op het moment dat ze Henry haalden, de grote man bij Arsenal. Maar dat werd geen succes. Nee, daar lijkt hij wel vreselijk veel op, hè? Qua spel. Volgens mij heeft Xavi ooit een keer over Mbappé gezegd, geweldige voetballer, maar technisch nog wel een beetje onvoldoende. Dat is wel een aantal jaar geleden natuurlijk, hij heeft zich ook wel ontwikkeld. Maar dat was natuurlijk wel ook hoe Guardiola misschien in die periode heel erg tegen het spel aankeek. En ik denk dat Guardiola zich de afgelopen jaren ook wel wat heeft aangepast. Ik denk niet dat de Guardiola van Barcelona bijvoorbeeld Kyle Walker zo belangrijk zou maken in zijn elftal. Hij is steeds meer de waarde gaan inzien van ook de fysieke kwaliteiten van spelers. En dat zie je bij City nu wel heel duidelijk terug. En je ziet ook, hij past zijn teams vaak aan ook een beetje aan de competitie waarin ze spelen. Ik denk als Guardiola op trainer in de Premier League was geweest en Henry was om gaan spelen, dat die twee ook veel beter met elkaar hadden geklikt. Barcelona had toen natuurlijk een totaal eigen identiteit en met heel veel kort, snel combinatiespel. Ja, en het spel was altijd eentonig. Het was altijd Barcelona ver op de helft van de tegenstanders. Dus bij City wilde nog wel eens wisselen. Ja, en van Henry, die was natuurlijk gewend ook om in de as te spelen. En natuurlijk dook hij af en toe wel eens aan de zijkant op, maar Guardiola vroeg vaak van hem om echt bij de zijlijn te spelen. Ja. En loopacties te maken zonder bal, heel taakbewust te spelen. En dat is Henry natuurlijk minder gewend bij Arsenal. En Mbappé is natuurlijk wel, ook in deze fase van zijn carrière, nog wel meer te vormen. Hè? Ja, want als we naar positie gaan, hè, dan denk ik dat hij op de positie van Sterling, Foden, aan de linkerkant komt te spelen. Want Guardiola wil in principe met een spits spelen die juist veel in de bal komt en eigenlijk een soort die een dienende rol speelt. Ja, ik denk met Mbappé dat ze zonder spits gaan spelen. Inderdaad, op papier met een spits. Ja, hij is natuurlijk wel een ideale speler voor als je een spits hebt die wegtrekt, dat hij dan die ruimte in kan duiken. Ik denk persoonlijk dat hij ook best centraal zou kunnen spelen bij City om al die kansen af te maken. Maar
En de manier waarop Guardiola nu speelt, en dat heeft hij wel heel duidelijk uitgesproken, ook dat het zijn, zijn beste manier van spelen is, dan denk ik inderdaad meer dat hij aan de zijkant zou gaan staan. Ik denk ook dat hij prima aan de rechterkant... Ja, want in die beste manier van spelen gaat het vooral ook om die valse negen. Iets wat hij vanuit de periode Cruijff heeft meegenomen. Ja, dat heeft hij natuurlijk bij Bayern München een tijdje wat minder gedaan. Want hier daar heb je Lewandowski rondlopen. Maar nu, dit seizoen, worden ze kampioen zonder spits. Want Aguero en Jesus hebben heel veel op de bank gezeten. En dat geeft wel aan hoe erg hij gelooft in die speelwijze. Ja, en als je dan naar de haalbaarheid gaat kijken, Bas. Manchester City, daar zit nog wel wat geld, hè? Ja, denk ik wel. Absoluut. En ze moeten natuurlijk wel binnen lijntjes kleuren met financial fair play. Hè? Maar ze hebben afgelopen zomer natuurlijk relatief voor City's doen iets rustiger aangedaan. Ja, ik denk wel, het zou wel een match zijn, zeg. Ik denk, kijk, want nu is City al lastig onder druk zetten. Want ze kunnen natuurlijk als geen ander eronder uitspelen. En ook met Ederson en met die lange ballen. Maar als je dan Mbappé nog voorin erbij zet, nou, ik zou niet meer naar voren gaan jagen, hoor, tegen City. Ja, wat mijn gevoel is een beetje dat van de drie clubs die we gaan bespreken, we gaan hierna naar Real Madrid, is dat... Als je kijkt naar het plaatje, Zidane, de positie, de sterspeler, dan is Real Madrid staat op 1. Maar als je kijkt naar haalbaarheid, dan denk ik dat Manchester City in ieder geval de beste middelen heeft om het voor elkaar te krijgen. Ja, maar wat Lenten straks zei, die Spaanse clubs, creatieve oplossingen. Florentino Pérez is daar natuurlijk al een meester in. Hè? Dat is de bouwkoning van Madrid. Ongelooflijk rijk, heeft een ongelooflijk netwerk daar ook. Dus ik denk dat hij wel een manier vindt om Mbappé te financieren, hoor. Ja, een van die manieren was de Super League, hè? Want dat wilde hij wel heel graag. Ja, Florentino Pérez. Hij ziet zichzelf echt als een vernieuwer in de voetbalwereld, hè? En hij wil eigenlijk... Hij zegt van, de vernieuwer of de godfather? Een beetje van beide. Met de Galactico-tijdperk was hij natuurlijk ook de grote man achter, hè? Hij wilde... Kijk, jij wilt de ster zien en hij wil degene zijn die die ster bij elkaar brengt en jou geeft wat je wilt. En ja, daar hoort ook wel een beetje een ego bij. Ja. Lenten, heb je ondertussen al een naam bedacht? Want ik zie een paar keer bedenkelijk kijken. Ik heb er wel zeker over nagedacht. Of je het gesprek volgt of dat je denkt van, hé, je bent aan het broeden. Nou, meestal als Bas aan het woord is, dan dwaal ik wel een beetje af met mijn, met mijn gedachten. Maar ik heb nog geen briljante ingeving. Even serieus. Jullie zetten hier een soort beeld in als jullie al een beetje fitty zijn. Maar als jullie lopen nog net niet hand in hand redactie op, hoor. Nee, we gaan van de zomer ook lekker samen op vakantie. Dus we zijn... Maar je moet ook een beetje die spanning weer inhouden in de studio. Ja, dat is waar. Jullie zorgen wel voor spanning. Dat is leuk. Ja. Zullen we naar Real Madrid gaan, jongens? Ja, zeker. Oké, Real Madrid. Zidane, dat is natuurlijk al een voordeel. We weten dat hij de absolute ster is. Ja. Maar nou komt eigenlijk ook weer de vraag met het systeem. Zidane speelt vanuit een 1-4-3. Wordt hij daar de spits? Of gaat hij die linkerkant... Je hebt denk ik op de trainingscursus geleerd om een keeper ook te benoemen. Ja, sterker nog. Weet je, dat als je laat maar zeggen, die niet meeneemt... en je hebt de verkeerde docent tegenover je, dan ben je gewoon gezakt. Ja, serieus? Ja, dat vind ik zo ontzettend. Ja. Maar dat doet Van Gaal ook, hè? Van Zoek zeker. Ja, zeker. Maar goed, we hadden het over de positie, de spits. Ja, maar... Spits of linksbuiten? Weet je, met Zidane, dat is nou echt de ultieme trainer die helemaal niet denkt in systemen. Dat is nou echt een trainer die gewoon zijn spelers opstelt, die het beste vindt. En dan daaromheen een vorm verzint waarin ze kunnen uitblinken. En ik denk, met Mbappé en Benzema, die waarschijnlijk nog wel even zal blijven... Ja. Heb je denk ik een prima duo. En dan gaat hij vervolgens wel kijken waar hij dan Vinicius neerzet. Of dat Modric wat daarvan dan gaat spelen. Deed hij in zijn laatste periode met Ronaldo ook. Hè? Toen ging hij ook wat meer dat Ronaldo naar de as ging. Zodat hij wat minder hoefde mee te verdedigen. Ja, nou ja, ik denk dat voor Mbappé ook heel goed zou kunnen werken. De vraag is wat mij betreft meer een beetje wat wordt de rol van Benzema erbij. Want die heeft natuurlijk jarenlang in de schaduw van Ronaldo verschrikkelijk veel werk opgeknapt. En had misschien wel een veel grotere legacy kunnen hebben als hij zelf altijd in de spotlight had gestaan. Want we zien nu... Eigenlijk nog beter hoe bizar goed hij is, Benzema. Ja. Een van de beste spelers van het jaar, vind ik persoonlijk. En ja, om hem nu weer van hem te gaan vragen om soort van in de schaduw van iemand te gaan spelen die 10 jaar jonger is dan hem, wordt best lastig, denk ik. Ja, en hoe kijk jij daarna? Nee, ik denk qua positie wordt het gewoon positie Ronaldo inderdaad. Ja. Want Real Madrid in de jaren met Ronaldo, eigenlijk als valse linksbuiten, hij speelde in de praktijk eigenlijk ook vaker als spits en dan Benzema die zich daarachter liet zakken. Verdedigde Real altijd vanuit de 4-4-2 bijna. Met Ronaldo die dan voorin mocht blijven hangen met Benzema. Die ook vaker mee terugverdedigde. Ja. Dus ik denk dat het heel goed zou kunnen werken. Inderdaad, je noemt denk ik een van de belangrijkste slachtoffers dan wel Vinicius. Hè, maar die zit natuurlijk nog wel vroeg in zijn carrière. En op een gegeven moment ga je ook wel een manier vinden. Hè, dat je die twee kunt combineren. Want Benzema heeft natuurlijk ook niet het eeuwige leven. Benzema, lastig verhaal. Ik moet zeggen, ik ben ook wel benieuwd hoe hij daar zelf in staat. Want
Er rust nu ook wel erg veel druk op zijn schouders. Ja. Als je kijkt, vorig seizoen was Ramos de tweede topscorer na Benzema. Dit seizoen Casemiro. Ja. Het zegt wel veel eigenlijk over het gebrek aan scorend vermogen bij Real. Ja, Benzema moet het wel erg vaak flikken. Dus ja, misschien dat hij sportief is hierbij geholpen. Maar inderdaad, of hij dat mentaal ook zo ziet, weet ik niet. Met de komst van Mbappé, hè, is Real Madrid dan al klaar? Of vinden jullie dat ze nog meer moeten verversen? Versterken? Nou, ik moet zeggen, aan de selectie ligt het nooit zo heel erg, vind ik, bij Real Madrid. Want als je puur speler voor speler, linie voor linie gaat kijken, dan vind ik dat ze nog steeds een beste elftal hebben in Spanje. Alleen, ja, het is soms wat stroperig en de juiste spelers blinken niet helemaal uit. Modric is, als hij zijn dag heeft, een van de beste spelers van La Liga, maar wordt ook al ouder. Maar nu heb je het over La Liga, hè? Maar pak nou eens de Champions League erbij. Dus ja. Je kijkt in die periode dat Zidane 3 keer de Champions League won met zijn sterren. En nu haalt hij de halve finale met dit elftal. Daar hebben wij het laatst over gehad. Het is misschien wel een betere prestatie dan die Champions League die hij destijds... Vind ik ook. Want als iedereen zijn dag heeft, zijn ze denk ik het beste team in Europa. Alleen, ze kunnen het niet altijd meer opbrengen in de kleinere wedstrijden. Zoals we van de week tegen Getafe zagen. Nou, is dat natuurlijk... Missen ze een heleboel spelers. Maar we hebben dit seizoen al heel vaak gezien dat ze tegen kleinere ploegen... dan net niet helemaal de juiste energie hebben om er doorheen te spelen. En dan zijn ze totaal afhankelijk van de bevlieging van Benzema. Ja, en dat is natuurlijk iets wat er heel lang door... Zidane is er ooit een keer om vertrokken. Die had zoiets van, nou, ik kan deze groep niet meer raken en inspireren om echt 100% te geven. Ja. Nou, nu is hij weer teruggekomen. Maar je hebt hem dit seizoen ook al een aantal keer horen zeggen van... ja, ik weet nog niet of ik dit nog de komende 5 jaar ook weer ga doen. Ja. Hey, weet je waar ik ook gelijk aan moest denken? Stel dat dat nou een gouden duo gaat worden, Benzema en Mbappé. De Franse nationale ploeg is een probleem. Maar wat als dat uitgroeit tot een geweldig duo? Zal die er dan misschien wel gevoelig voor zijn? Ja, de bondsvoorzitter moet dan vertrekken. Het is zo'n gigantische oorlog tussen die twee. Dat de eerste het roer om moet bij de Franse bond inderdaad. En dan ja, is... maar heel eerlijk. Je hebt op Amazon heb je die doken gezien, toch? Van Benzema. Achter de schermen bij de Franse nationale ploeg. Ja, die heb ik waarbij Deschamps echt hamert, laat maar zeggen, op een stuk van teamgeest. En alles voor elkaar opofferen, weet je. Eén groep zijn, noem het dan maar op. Het komt toch echt wel bij Deschamps vandaan, maar de bondsvoorzitter pakt, die vangt gewoon de klap op. Of is dat anders? Ja, weet ik niet. Het is op een gegeven moment wel echt een heel politieke ruil geweest daar. En ja, Benzema is daar ook gewoon heel duidelijk over geweest. Ja, met de huidige leiding, het gaat gewoon echt niet meer goed komen. Nee. Hoe goed het ook gaat klikken met Mbappé. Ik moet zeggen, het ging net over Zidane. Als je Zidane één ding kunt verwijten, eigenlijk vind ik dat hij die selectie zelf onbedoeld uitgedund heeft. Want als je ziet wat ze eigenlijk in handen hebben gehad, hè, met Marcos Llorente, Kovacic, dat soort jongens. Zeker, Messi, Rodriguez, Luka Jovic, Ødegaard die nu weer verhuurd wilde worden. Het zijn eigenlijk allemaal jongens die ongeduldig werden. Omdat Zidane, bij Zidane is wel heel duidelijk een A-team en een B-team. En Morata, die gasten raakten allemaal toch gefrustreerd. En ja, dat kan hij zichzelf wel kwalijk nemen. Hij had die jongens er wel meer bij moeten houden, denk ik. Dat je het toch meer eerlijker rouleert misschien wel. Dat je minder duidelijk dat verschil laat blijken. Want daardoor is hij wel veel spelers kwijtgeraakt die hij nu echt verdomme goed zou kunnen gebruiken. Je ziet het nu ook met de jeugdspelers. Hij zet toch liever Isco op 6 dan dat hij iemand uit de jeugd een wedstrijd de kans geeft. Ja. Als het echt, echt, echt niet kan, dan komen er wel een paar jongens door. Maar ja, hij laat ook de kans altijd liggen om ze dan een keer 20 minuten te laten meedoen om iets op te bouwen. En ja, nu moeten ze dan in één keer vanaf het begin starten. En dan is de stap inderdaad wel heel groot. Ja, dan is het te lastig voor ze. Ja. Ødegaard ook, ja. Hoe serieus was die kans nou, hè, die hij begin dit seizoen kreeg? Ja. Het viel ook wel mee qua speeltijd en ook in een rol die hem niet helemaal lag. Ja. Hey, als we nou de laatste opties erbij pakken, dan gaan we straks een top 3 maken. We hebben nog wat opties, die gaan we zo meteen zien. Nou ja, we zien hier Chelsea, United, Juventus en Liverpool. Als je nou van die 4 één club eruit moet pikken, welke zou dat dan zijn, Lentin, die wat jou betreft ook kans maakt op de komst van Mbappé? Ik denk dat United misschien financieel het beste kan ophoesten. Dat is denk ik ook wel een club die qua speelstijl wel redelijk bij hem ligt. Yeah. Niet helemaal belegeren van het 16 meter gebied. Een beetje ruimte houden voor de counter. Liverpool zou die wat dat betreft misschien ook nog wel bij passen. Alleen dan zie ik hem niet helemaal in die voorste 3 terechtkomen. Dan zou er echt iemand moeten gaan vertrekken. Maar ik weet ook niet of die speelstijl heel erg bij hem past. Met het afjagen en echt het hoge pressievoetbal. Ja. Yeah. Dat is niet echt het glamour voetbal waar hij meer geschikt voor is, denk ik.
Dus ik denk van die clubs dat Man United het beste bij hem past. Deel je die mening? Ja, ik denk het ook. Zolang Klopp bij Liverpool zit, is eigenlijk ja, de speelstijl, de sterspeler. Hè? Want dat systeem is heilig. Gegenpressing. Gegenpressing is de spelmaker van Liverpool, zegt hij vaak natuurlijk. Ja. Dus ja, je moet je daar wel in schikken. En Klopp is de trainer die nadenkt om een enorme uitzonderingspositie te creëren. En bij Manchester United zie je wel Solskjaer met Rashford en Fernandes. Eigenlijk, die heeft een speelwijze ontwikkeld met als gedachte zijn beste spelers zo goed mogelijk tot de recht te laten komen en het achterin redelijk dicht te houden. En die is pragmatischer, wat denk ik beter bij de voetballer Mbappé past. En dan komen we tot een top 4. Wat jullie betreft dus, United tellen we erbij. Plek 4 is voor? Plek 4 is voor... En waar gaan we op rangschikken? Wat er gaat gebeuren? Nou ja, waarvan jullie denken dat past het beste in het plaatje Mbappé. Welke club? Ik denk op plek 4 dan Barcelona. Ja, eens. Plek 3? United. Ja. Ja, ik heet ook al United. Gelukkig. Plek 2 dan maar City, jongens. Daar zijn we het ook over eens. Ja. En plek 1 is dan Real Madrid, hè? Ja, lijkt me wel. Real Madrid is gewoon de droomclub voor hem. Precies. En dan komen we tot, ja, hoe gaan we deze rubriek dan noemen? Ja, we moeten nu natuurlijk uitkomen. Onder spot, hè? Huppatee. Ja, plan B Mbappé. Plan B Mbappé, ja, die is wel lekker hoor. Ja. Jongens, zijn jullie het eens met Lente met plan B Mbappé? Nou ja, mochten jullie een betere suggestie hebben, laat het vooral in de comments weten. Voor nu bedankt voor het kijken. Ja, laat ook even weten welke club past nou het beste bij Kylian Mbappé. Voor nu bedankt voor het kijken. Tot ziens. Doei!